Welkom bij Vera D. Rekken en strekken voor beginners en senioren. Laten we starten in ruglig, benen gestrekt. Ons eerste oefening, knie naar borst met gestrekt been. Trek je rechter of je linkerknie in. Trek je tenen naar je scheen. Houd 30 seconden vast en adem rustig door. Rug plat op de vloer. Gebruik je buikspieren. Adem rustig door. Wissel van been. Trek je tenen naar je scheen. Houd 30 seconden vast en adem rustig door. Rekken van de bilspieren en de onderrug. Laat los, buig de benen, voetzolen op de vloer. Strek je rechter of linkerbeen omhoog voor een hamstringstretch. Houd je dij, kuit of enkel vast. Is dit te zwaar, houd dan het been gebogen. Trek je been naar je toe, tot je een rek voelt. Ademen. Ontspannen. Vandaag ontspannen, rekken en strekken. Een wissel van been. Trek je been omhoog. Voor de hamstring, stretch. Houd je dij, kuit of enkel vast. Is dit te zwaar, houd dan het been gebogen. Trek je been naar je toe, tot je de rek voelt. Laat los, rotatie van de lage rug. Trek je knieën op in een hoek. Draai over naar de rechter of de linkerkant. Houd de positie even aan. Strek indien mogelijk je bovenste been uit. Hou vast. Naar het midden. En draai over naar de andere kant. Strek indien mogelijk je bovenste been uit. Houd de bovenrug op de vloer. Naar het centrum. Strek gelijk je benen op de vloer. Voor de boom met enkel over knie. Trek je rechter of je linkervoet in. Leg je enkel op je dij, net boven de knie. En trek je tenen op naar je scheen.
Is dit te zwaar? Leg je voetzool tegen je kuit. Span je dwarse buikspieren aan, navel intrekken. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Openen van het bekken. Ademen. Wissel van been. Trek je andere been op. Leg je enkel op je dij, net boven de knie. En trek je tenen op naar je scheen. Span de dwarse buikspieren aan. Navel intrekken. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Ademen. Vervolgens gaan we over naar de gebonden hoek. Breng je voetzolen tegen elkaar, zo dicht mogelijk bij het bekken. Je handen rusten op je bovendijen. Zorg dat je onderrug plat op de vloer ligt. Gebruik je buikspieren. Druk je onderrug in de vloer. Hou vast. Ademen. Geniet van deze houding. Laat los. Volgende rekking, rotatie van de onderrug. Met gekruiste benen, kruis je linker over je rechterbeen, armen zijwaarts in een T. Beweeg je benen over naar de rechterkant. Houd je schouderbladen op de grond. Rotatie van de onderrug. Rugdraai. Laat los. Naar het centrum wissel de kruising van de benen en draai naar de andere kant. Rotatie van de onderrug met gekruiste benen. Blijf doorademen. Ontspan. Ademen. Duw jezelf omhoog en lig op je zij voor de volgende strekking. Boom in zijligging. Buig je been, plaats je voet op je dij, duw je knie naar buiten, openen van de heupen. Boom in zijligging. Duw je knie goed naar buiten. Dijbeenstretch. Neem je enkel vast en trek je hak naar je bil. Voel de rek
in je bovenbeen. Schuif over naar de andere zijde, boom in zijligging. Maak een rechte lijn, buig je been, plaats je voet op je dij en duw je knie naar buiten, openen van de heupen. Blijf doorademen, rustige tempo. Quadriceps stretch. Neem je enkel vast en trek je hak naar je bil. Hou vast. Voel de stretch in je bovenbeen. Laat los. Kom in strekzit voor de stafhouding. Handen naast je lichaam en verlengt je ruggengraat. Schouders naar onderen. Rek op van je stuit tot aan je kruin. Trek je tenen krachtig naar je schenen en houd de positie even aan. Vervolgens gaan we naar de hamstring stretch. Schuif je rechter of linkervoet naar je tegenovergestelde dij. We doen beide kanten. Schuif je romp recht voor het gestrekt been en buig licht voorover tijdens een uitademing. Hou vast. Adem rustig door. Wissel van been. Schuif je romp recht voor je gestrekt been en buig licht voorover tijdens een uitademing. Hamstring stretch. Nog even blijven. Duw jezelf omhoog, til je romp op. Strek de benen en schud uit. Dit was het voor vandaag. Lichaam rekken en strekken. Tot de volgende. Dag.